De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Zowel de Graafschap als Excelsior waren vorig seizoen nog actief in de Eredivisie. Nu opnieuw dus op de Vijverberg met de eerste kans voor de bezoekers. Het is het schot van Rai Vloed. Een redding met enige moeite van Hidde Jurjes. Vorig seizoen won trouwens in de Eredivisie de Graafschap met 4-1 van de Kralingers. Dit is Jeffrey Fortes. Dit is een heerlijke bal. En daar heeft de Graafschap al het geluk van de wereld dat de bal boven doelman Jurjes tegen de lat eindigt. Opnieuw Excelsior. De Kralingers zijn zeker niet minder dan de Graafschap. En daar wordt opnieuw de lat geraakt. Het is wat kansen betreft vooral Excelsior dat gevaarlijk is. En hier de kopballen, geloof het of niet. Het is opnieuw de lat. Dit keer op de inzet met het hoofd van Omarsson, de IJslander. Excelsior dat vorige week nog verloor van Jong Ajax. Met rood voor Sander Fischer. Maar nu gewoon het initiatief heeft in deze wedstrijd. En ook veel kansen creëert. Thomas Verhaar is ook nog niet al te gelukkig in zijn acties wat dat betreft. En zo heel af en toe in de eerste helft wordt ook de Graafschap gevaarlijk. Zoals hier met het schot van Mohamed Hamdoui. Graafschap nog niet verloren dit seizoen in de Keukenkampioendivisie. 7 keer gewonnen, 5 keer gelijk. En hier is de volgende kans voor de thuisploeg. Het laatste balletje van Derel van Michum. Van Michum, oud-speler van Excelsior. Scoorde volgens mij nog hier thuis tegen Excelsior. Hamdoui, als we een uur hebben gespeeld. Hamdoui doet het zelf. En een stijlvolle redding van Alessandro Dame. Zo gebeurt er genoeg in deze wedstrijd. Maar is het wachten nog altijd op de treffers. Hier een poging van Rai Vloed met een geplaatste bal. Op zoek naar de verre hoek, maar vindt Hidde Jurjes. Uiteindelijk komt er nog 1 mogelijkheid in de slotfase. De vrije trap met opnieuw Rai Vloed. Maar ook deze bal gaat er niet in. En zo eindigt een veelbelovende topper op papier. Uiteindelijk wat teleurstellend in 0-0.